koning Winter blijft regeren. Nu het vries weer aanhoudt, vraagt Tiswat zich af hoe we ons zo goed mogelijk kunnen wapenen tegen de kou. We gaan voor advies naar de bewoners van verzorgingshuis Duinrand in Katwijk. Zij zijn nog van voor de centrale verwarming en het thermisch ondergoed. Dus als iemand het weet... Kranten op je lijf, even onder je hemdje. Kranten, sokken, verwanten natuurlijk. Gebreide borstrokken. We liepen allemaal op de klompen. En dan deed je hooguit een warme sokken met een beetje stro of hooi in je klomp. Jassen op de knie, op voeteind. Slaat mijn moeder dan de jassen. Stro in je schoenen en kranten onder je kleren. Allemaal doodsimpel eigenlijk. De bewoners van de Duinrand verbazen zich trouwens over al die nieuwsberichten over de kou. Alsof het vroeger nooit koud was. Het was vroeger net zo koud hoor. Ja? Maar ja. Maar er werd niet zoveel over... Nee. Kijk, een beetje vorst, dat helpt de ziektes weg, hè? Ik fiets elke dag nog 10, 15 kilometer en elke dag. Ik bedoel, dus ik ben gewoon gewend om koud te hebben. Deperwolle sokken dan. En nog een dikke borstrok. En niet aanstellen. Nee. Nu stellen we ons een beetje aan misschien soms. Dat zegt u eigenlijk, hè? Daar durf ik niet over te praten, want dan zeiden ze... Ja, vader, zeiden ze dan, doe ze lekker warm. Nou, aanstellen, ik weet niet wat ze doen. Maar ze moeten een beetje kleren aantrekken. En niet zo zeuren. En niet zeuren. En niet van die fladderen allemaal onder het lichaam. Zo is het.